Welkom bij het Buurtjournaal van mei. Voor deze aflevering zien we te gast bij Schoenenzaak Bos, gelegen aan het Voltaplein. We hebben neven dus Mark Bos. Hallo. De derde generatie. Ik zag dus wie voor hij binnenkomen. Ik ben hij nog geweest om een communisjeun te kopen. Ik denk dat ze wel meer klanten hebben die al zo lang heen komen. Ja, dat klopt. Ja, inderdaad. Ik ben mijn opa begonnen. Hè. Dat is vroeger was dat heel belangrijk. Inderdaad, kinderschoenen, communischoenen. Dus dat kan ik me voorstellen. Dat ze dat hij best komen horen. Ja. En dat is nu niet meer zo belangrijk. Nee, dat is helemaal veranderd. Nee. Het is in de loop der jaren eigenlijk damescomfort geworden, met name. En herenschoenen. En is dat een verandering die Stieg hebt doorgevoerd of is die verandering al ieder ingezet? Nee, dat is al ieder ingezet. Ja. En toen ik in de zaak kwam, is dat alleen maar sterker geworden. Mm-hmm. En is dat kinderschoenen helemaal eigenlijk afgebouwd. Ja. En heb ze nog op een andere manier de stempel gedrukt op de zaak? Nee, niet specifiek. Nee. Dat zo gaat. Ik ga gewoon bij jou wie het de bedoeling is. En ik maak er gewoon een mooie nostalgische zaak van. Ja. Toch nostalgisch? Ja, dat is ook leuk. Ja. En ik heb wel gezien, als ik me niet vergis, dat de zaak wel opgeknapt is in die periode wie de nieuwe zaken heen komen. Ja, een beetje gefacelift, nieuwe materialen, maar wel een beetje proberen die stijl te bewaren. Dat vond ik wel. En voor een gedeelte nog hetzelfde personeel, zag ik. Hè? Och dat. Ja. Wie bevalt het? Dat moet goed naar de zin. Wie bevalt het om hij nu in die nieuwe setting een zaak te hebben? Ja, dit is heel mooi. Dit is een heel mooi winkelcentrum. Mm-hmm. Sowieso voor de buurt. Het is voor iedereen heel goed dat dit zo gekomen is. Dus. Ja. Dat is wel. Ze regenen ontzettend hard. Dat is niet leuk meer. En we lopen kinderen. Ja. Kijk, een bermpje heb je niks aan een heuveltje. Mm-hmm. Rijden ze nog hard. Mm-hmm. Maar een bloemenperkje kleintje. Maar ja, de weg is te smal, daar ben ik bang voor. Dus midden op de weg, net zoals in België bedoel je, zo'n bloemenperkje? Ja, daar rijden ze niet hard. Oké. Want die, op de hoek, die maan, die heeft nog handtekeningen gevraagd. Ah, en die hebben we allemaal nog voor getekend, maar dus niks komen, niks. En dat is erg. Dus er moet een oplossing voor komen? Er moet een oplossing voor komen, want veel te gevaarlijk. Ja. Een bloemenperkje, jongens, midden hierop. Dan willen ze wel zachter rijden. Helrijden is natuurlijk een onderwerp wat bij ons allemaal bekend is. Heel veel leuk praten erover, maar er wordt toch vrij weinig aan gedaan. En Nel Knapen die is eigenlijk van plan om er wel geld mee te gaan doen. Nel, in welke hoedanigheid wil Stieg daar geld mee gaan doen? Oké, dat vind ik een heel verrassende uitspraak, dat ik er met het gewoon doen. Ik zit als opbouwwerker in het Veilige Buurtenteam van Witte Vrouwenveld. En het Veilige Buurtenteam wil wel gaan doen met dat harde rijden. Halen rijden dan 30 kilometer in de 30 kilometer zones. Het Veilige Buurtenteam is een samenwerking van de wijkagenten in Witte Vrouwenveld, de wijkgebonden medewerker van de gemeente, de corporaties, Woonpunt en Servatius is dat hij aan het opbouwwerk dan. En de bewoners, daar draait het eigenlijk om in deze vorm van samenwerking, want deze instanties werken wel op meer vlakken samen. Maar in het Veilige Buurtenteam draait het om samen met de bewoners kijken wie voor de problemen. Ja, oplossen vind ik dan ook wel een heel groot woord, want zonder problemen verkeer, dat kan ik eigenlijk gaan niet voorstellen. Nee. Maar er toch get aan doen om het onder controle te houden, of te verminderen of leefbaarder te maken. En dan had ze het over 30 kilometer zones. Is het specifiek alleen in die straten of is het eigenlijk overal? Zo kom ik het voortdurend tegen. Dat is wat woordenlui over spreken. Witte Vrouwenveld is voor een groot deel 30 kilometer zone. En hard rijden is dan heller dan 30 rijden in die zones. Ja. Dus het is min of meer een schijnveiligheid die 30 kilometer zone op het moment geeft. Het werkt gewoon niet overal. Er staan wel overal die bordjes. Het is wel afgesproken dat het 30 kilometer gebied is, maar het wordt niet overal. Het werkt niet. Het pakt niet overal zo goed. Nee. Soms ligt het ook aan de inrichting. Ja. We zitten hier op dat Voltaplein. Als dat zelfs leeg is, als die parkeerplaatsjes niet ingevuld zijn en er is geen winkelend publiek, dan nodigt dat blijkbaar gewoon heel erg goed.
Vooral van scooters, hè? Sommige, ik kreeg vooral te horen dat het vooral de brummetjes zijn. Ja. En het zijn ook sommige lui. Het is niet dat heel Witte Vrouwenveld heeft wie in de gekken voor dat pleinshirt. Maar, en niet alleen Witte Vrouwenveld natuurlijk, hè? Ja, dat is niet zo heel gemakkelijk achter te komen. Mm. Ik denk niet dat de bewoners van Ambi heesten over zich dat plein gaan scheuren. Nee. Het zullen toch wel deels bewoners van Witte Vrouwenveld zijn. Maar dat is natuurlijk ook de dierlijkes die net van hij zien en die rijden. Hè? Ja. En soms wordt ook wel gezag medewerkers A2 die hier wonen, die kennen de regels misschien nog niet zo goed. Hè? Die moeten er ook eens op ongesproken. Ja, dan wil ik net gelijk zeggen, al die A2-medewerkers. Maar er wordt ook wel eens naar gewezen. Er zal wellicht ook wel een of twee tussen zitten wat roekeloos rijden. Want door jij het toch dek om roekeloos rijgedrag. Ja. Jongeren die gewoon nog niet volwassen zijn of intimidatie. Maar ook lui die doorrijden en het niet weten. Ja, maar het probleem is dus duidelijk. Heb je ook al een beeld van wie dat eventueel opgelost zou kunnen worden? Ja, we zijn er ook al dingen met aan proberen. Heb je boete die kleine bordjes gezien met 30 kilometer erop? Ik heb ze op de BUM gezien, bijvoorbeeld in de burgemeester Van Oppenstraat. Maar daar hangen ze al heel lang. Op de Van Oppenstraat? Zijn dat die wat ik bedoel? Die geclassificeerde? Ja. Nou ja, dus dat is inderdaad op steeds meer plaatsen. En die hangen ze nu ook op het Voltaplein. De bewoners hebben dat opgehangen. En dat is dus een manier om daar samen met bewoners mee bezig te zijn. Mm-hmm. Bewoners die zeggen van, voor willen wel get, maar wie gewoon voor dat ompakken. Ja. Politie kent dat ook niet alleen, handhaving kent dat ook niet alleen. De kind snijdt het hele plein vol groeien met drempels. Want dan wordt hij misschien langzamer gereden, maar dan moest er een struitje bij erop. Er zou ook drempels gaan liggen, dan moest er weer een struitje bij erop. Ja, en voor en achter politie neerzetten, 24/7, dat gaat ook niet werken. Hè? Maar heb je het idee tot dat niet te vrijblijvend is, tot die lui die echt scheuren, zich gaat aantrekken van die beurtjes? Dat is natuurlijk altijd een beetje, de hupslui die zich sowieso al aan de regels houden. Mm. En de hupslui die het misschien nog niet zo goed wist of het zich niet realiseerde. Ja. Of ze 5 kilometer te hel rijden en niet doorhebben. Dat voor de omstanders, die bereiken ze allemaal wel. Ja. Maar de enkele idioot wat echt met opzet om te intimideren dat gedrag vertoont. Die zal zich door een keer extra ontspreken of een extra beurtje ook niet. Is er een andere oplossing voor te bedenken? Ja, ik zou zeggen, schrijf het kenteken op en dan, dat zijn ook situaties waarin echt de politie zou moeten optreden. Maar dan zit ze met het probleem dat lui zeggen van, voor mijn eigen veiligheid denk ik dat ik even pas. Hè? Dus van de lui boezet van weten, de kentekens doorgeven, dat is voor sommige lui echt een te hoge drempel om het maar eens even verkeersveiligheid te hebben. Dat is natuurlijk ook dat ze het kenteken net niet helemaal hebben gezien. Ja. Alleen maar weten van, de zwarte Audi, ik heb de dekker gezien, maar er is altijd voorbij als ik... Maar het is ook, lui denken ook aan hun eigen veiligheid. Mm-hmm. En terecht natuurlijk. Maar heb je niet het idee op het moment dat er meer meldingen worden gedaan bij de politie, tot de controle intensiever wordt, tot het een hoger prioriteit heeft, tot het wel heel belangrijk is om lui ervan te overtuigen om het toch te melden? Als het veilig kan, is melden natuurlijk altijd een onrooi. En het is dan niet zo dat als ene keer een kenteken wordt doorgebeld, dat de politie gelijk met gillende sirenes aan de straat opzet en dat er onmiddellijk actie komt. Nee. Ja, die knikt wel, maar voor veel lui is dat toch een teleurstelling. Zit er toch zo'n soort verwachting van, ik heb het gemeld en er is nog niks gedaan. Ja, dan meld ik ook niet mee. Terwijl het dek toch wel, er moet een aantal keren gemeld worden. Er moeten verschillende en de politie moet dan... die hebben natuurlijk ook meer werk dan ze aankennen, dus het moet ook stijgen op het prioriteitslijst. Maar dat is het, en die meermeldingen, die hoger de prioriteit. Ja. Klopt, als er in een andere wijk, als de lui zich daar wel de moeite nemen om zich helemaal te pletter te melden, dan ga je toch de ondag naartoe. En het is allemaal niet eerlijk en zo, maar het is wel wie het werk. Maar ook als er voldoende meldingen zijn, dan moet er ook dan moet er ook voldoende bewijsmateriaal zien om te garanderen dat actie ook zin heeft. Want als iemand opgepakt wordt en een uur later staat hij fluitend weer boete, dat is ook het verkeerde signaal. Hè? Dan geeft ze iemand ook het gevoel van ik ben de baas. Ja. Nu heb ik les gezien dat er een paar avonden flink gecontroleerd wordt. Mm-hmm. Met name scooterkist die wordt nagekeken. Had dat gat te maken met het initiatief van u om het hij gaat verkeers veiliger te krijgen? Nee, niet rechtstreeks. Het is net al met bewoners is afgesproken dat die scootercontrole, die wordt gewoon periodiek gedaan. En het is wel mooi meegenomen, maar
Nee, er is wel afgesproken met de wiekagenten dat er in de ABH-buurt binnenkort een keer gelezerd wordt. Wordt de snelheid gemeten, ja, ook samen met de bewoners, om ook samen een beetje een gevoel te krijgen van wie hel wordt er nu gereden. Mm-hmm. Wordt er echt zo dek de hel gereden? Of is het gewoon bijvoorbeeld het geluid van die klinkertjes, waardoor ze denkt van wow, dat is een snelheid, maar het is eigenlijk nog net binnen de 30. Ja. Hè? Want dat is regelmatig ook aan de orde. Dus het is echt een kwestie van wordt vervolgd. Jazeker, dat is een ongoing iets dingig, hè, verkeer. Ja. Dank je. Ja, nou, ik vind het een super initiatief voor de wijk. Ik denk dat de wijk dit ook echt kan gebruiken. We hebben natuurlijk heel weinig mogelijkheden om de zomer even op een terrasje te zitten. Wat ik vooral belangrijk vind is dat hier waar geen verkeer komt, je straks gezellig kunt gaan zitten. En ik bijvoorbeeld met mijn kleinzoon, die toch pas 4 jaar is, die altijd hier heel graag komt in het Leeuwenpark. Dat ik dan tegen hem kan zeggen van nou loop maar en ik kan gezellig op het terras zitten. En hem toch goed in de gaten houden. En dat vind ik op zich heel belangrijk. Ja, nou dat klinkt ook heel goed. Dat zijn eigenlijk de verwachtingen ook? Of heeft u nog andere verwachtingen van het terrasje? Nou, ik denk ook dat het de mogelijkheid biedt voor mensen om contact met elkaar te leggen. Het is wat gemakkelijker om met mensen te praten op het moment dat je hier lekker in het zonnetje zit en mensen uit de buurt met elkaar zijn aan het praten. Dan is het ook wat gemakkelijker voor anderen om daar aansluiting bij te vinden. Kijk, deze bal is van jullie. Onze bal. We hadden 4 punten. Punten. Dus we hebben nu maar 1 punt. Dus, oké? Okay? Ja. Eind april wordt het eindelijk zoiet. Niet alleen het buurtterras wordt geopend, maar ook het Liebepark wordt onthuld door voormalig wethouder Jacques Kostongs. Liebepark zeg ik met nadruk, want in de Maasbos daar stond tot het nu officieel ampèreplantsoen was. Maar dat is niet zo. Dat is wat het dat het dan gaat gebeuren. Gaat het gebeuren? Ja. Ja, hoppa! Leeuwenpark, fantastisch. Hoe noem jij dit park? Noem je? Wat is de naam van het park? Ah, Leuvenpark. Oh ja? De park heet Leuven. Ja, ik dacht altijd dat de park Leuvenpark heet. Leeuwenpark, oké. Okay. Omdat hier leeuwen staan. En nu? En nu heet de Leuvenpark Leuvenpark. En hoe komt dat? Ik heb een idee opgeschreven, omdat ik een vleien maak in de Leuvenpark wil. Ah, oké. Okay. Ja, ja. Ja, en, maar de Leuvenpark heet niet Leuvenpark. In... Ja, en toen? En wat voor antwoord kreeg je? Ja, ze waren heel verrassend dat ik Leuvenpark geschreven heb en hebben de idee gehad schilderen te maken. Ja, en nu staan er schilderen op waar Leuvenpark. Dus dankzij jou is het gewoon Leeuwenpark geworden. Dankzij jou. Ja. Zijn we allemaal blij? Ja. En komt de vlooienmarkt er ook echt? Ja, ik denk, maar het duurt nog een beetje. Rooftop Tigers. Ik heb eigenlijk van het begin af aan geen idee gehad wat ik me erbij moest voorstellen. En vooral niet wie ik zag tot de tent wordt opgebouwd. Want ik zag een aantal lui heel druk in de weer met rollen vershoutfolie. Ik had echt zeggen van wat gaat hier gebeuren? Maar ik denk als je het filmpje ziet dat je ziet wat daar gebeurd is. Oké, hier staan we dus op de kaart die jullie maken. En dan staan we hier in het echt met Sarah van de Rooftop Tigers. Ja, we zijn een Belgisch Antwerps based kunstenaarscollectief. Mm-hmm. En wij komen nu naar Wiekerpoort. We zijn op zoek naar de onzichtbare wijk Wiekerpoort. Ah, okay. Zoals je ziet, mapping the invisible city. Oké, en ja, en dit is de map. Dat is de map die we aan het construeren zijn. Dus de onzichtbare wijk is de wijk die je niet kan zien, logisch. Ja. Die zit verborgen in de hoofden en de hoofden en herinneringen van de mensen die hier wonen, leven of werken. Daarom bevragen wij hun en vragen wij hen om mee te werken aan ons onderzoek. Een 3 dagen lang project eigenlijk. De wijkagenten zijn hier ook geweest en die willen graag
een nauwer contact met de buurtbewoners of zo. En ze stelden voor om een Blue Curaçao dag te doen. Dus iedereen komt in het blauw. En dat wordt dan een grote ontmoetingsreceptie met niet-alcoholische Blue Curaçao. Voor en met elkaar. Okay. Met een blauwe streep rond de vijver. Omdat we natuurlijk ook verhalen willen de krijgen. Afstand van het politie zijn. Ze willen dat delen. Hè, delen, ja. Zondag voetbaldag of zo. Ik kan niet rood. In Lumière ging de film Onder Druk in première. Een film gemaakt door jongeren uit Maastricht en ook Hielgaat buurtbewoners uit Witte Vrouwenveld hebben daar al met gedaan. Veer filmden de eerste reacties na de première en er is sprake van tot het ook in het trefcentrum vertoond gaat worden. Veer houden nu op de hoogte. Ik was erg onder de indruk. Ik had al kleine stukjes gezien, maar het was meer dan wat ik ervan verwacht had. Het was erg meeslepend, erg heftig. En ik kan het geen film meer noemen, het was toch echt wel de realiteit. Super! Ja, heel erg mooi. Heel mooi om te zien hoe jongeren zo'n heftig thema zo mooi in beeld kunnen brengen. Complimenten voor de hele groep. Echt top gefilmd, top gemaakt. Ja. Er staan 5 sterretjes, maar daar past er nog 1 extra bij. Kijk, en iedereen moet hem gaan zien. Ik vind hem een geweldige film, hij slaat goed in. Dus zelfs een stuk waar ik zelf in meespeel is toch na de hand gezien toch heftiger dan ik had voorgesteld. Dus het doet wat. Dus, en dat is ook de hele bedoeling van het hele project neem ik aan. Dus het doet je wat en dat is goed. De traantjes wegpinken, het kwam wel aan. En dat is wel het doel van de film. Niet om mensen aan het huilen te krijgen, maar wel dat het mensen raakt om het uiteindelijk te bespreken met elkaar. In Lummel, daar gingen de ballonnen de log in, met de hoogspanningskabels, die gewoon onder de grond. Wat dat precies inhoudt, weten veel niet. Maar Jean Muitjes, die heeft daar een filmpje van gemaakt, boeken de lang versie van op YouTube kunt zien. Deze prachtige plek zo meteen is ruimte voor een mooi nieuw centrum. De school komt er. En ik denk dat het gewoon fantastisch wordt. En wat ik ook heel erg leuk vind, is het project wat jullie gaan doen in het tunneltje. Wat ik begrepen heb met kunstenaars samen, dat bewoners van Nazareth naar Lommel gaan en Lommel naar Nazareth. Om echt die verbinding te laten zien. Nou, volgens mij wordt het echt heel mooi. De hoogspanning gaat er nu vanaf. Maar het blijft vast een hele spannende wijk. 3, 2, 1. Ja! Oh, schitterend! Alle kleuren van de regenboog. Op 3 mei vond op het Koningsplein de dodenherdenking plaats. Nu hoor je denken, 3 mei, dat moet toch 4 mei zien? Dat klopt. Maar het was een alternatieve dodenherdenking georganiseerd door het buurtplatform Wiekapoort. Die maken zich grote zorgen over de situatie op het monument en het plein op het moment de bijlik. Om te zorgen tot in het vervolg de herdenking toch op die plaats moet eigenlijk toesuurd terugkomt, hadden ze een alternatieve herdenking georganiseerd met alle vaste punten, dus een bevrijdingsvuur, vlaggen die half stok hongen, een trompetist en gelukkig heel veel bezoekers, niet alleen van Oetewiek, maar ook lui die het in de media gelezen hadden. En het was een heel indrukwekkende herdenking geworden. Toetje gewoon voor nu kijken naar een special. Buurt TV op straat. En deze keer waren we op straat op het Burgemeestersplein.
verwarren niet alleen op straat, maar verwarren zelfs bij de kapper binnen. Als Geert het nu leuk zou vinden of ook een keer bij u in de straat komen filmen, laat ons dat dan weten. Veel plezier en tot een volgende keer. Het ziet heel leuk uit. En ja, ik ben hier geboren en getogen. Hè? Sowieso, het is mijn plek, hier woon ik. Ja. Hier geboren, hier ga ik ook dood, zeg ik. Ah, dus, okay. En ja, het is niet meer de buurt eigenlijk wat het vroeger was. Een hele andere buurt geworden, maar het is langzaamaan weer terug aan het komen. En dat is, wat komt er langzaam weer terug? Oude mensen trekken terug hier naartoe. De buurt wordt weer zoals vroeger. Want vroeger, ja, ik ben geboren op de Panderosa, Markiesverledenstraat opgegroeid. Marconistraat gewoond. En nu woon ik hier. Je ziet toch veel oudere mensen weer terugkomen hier. En wat brengt dat met zich mee? Herinneringen. Ah, heel veel herinneringen. Want als ik nou hoor, ja, dat wist ik zelf ook niet. Vroeger hier op dat pleintje. Ja. Dat deden de mensen de bruidsreportage maken. Oké. Okay. Ja, dan zag je hoe mooi dat hier was. Dan heb ik foto's gezien in dat gele krantje. Ja, dat is gewoon super. De foto's van vroeger? Ja. Ja. Ja, ja, ja. Ik vind het ook leuk sowieso hoe vroeger de buurt was tegenover nu. En maar wat zou je dan terug willen hebben? De sfeer. De sfeer. Ah, de mensen met elkaar samenpakken. Ja, want ik zag hier, ik was even met de buurman hier achter mee gelopen. Die heeft een bankje daar neergezet. Ja. Precies hetzelfde idee. Ja, is ook van, leuk. Kom. Dan kunnen we weer eens bij elkaar zitten en elkaar weer eens zien. Oh, dat is echt een hele fijne bank. Ja. Ja, tenminste ook wat meer contact met de buren en alle. Zeg, jij hebt een stukje gezelligheid, hè? Ja, en dat werkt ook echt zo. Bankje buiten zitten, met in beeld. We hebben nou veel meer contact met de mensen als wat je vroeger had. Okay. Als je vroeger dat buiten had staan, dan was het eerste wat ze zeiden, asociale buurt. Ah. Als de mensen buiten zaten. Ja. Ja, maar dat is toch niet zo? Dat is juist sociaal. Dat is net sociaal. Ja. Ja. Ik heb hier heel graag gewoond. Mm-hmm. Heel graag. En ik woon nu in een appartementje. En dat is ook wel leuk. Ja, ik moet wel, hè. Ja. Want dat ging niet meer in het andere huisje. En ja, verder... Ja. Ik mis het inderdaad, zoals zij, want dat vind je niet meer. En waar heeft u, wat mist u dan? Hey, op het Voltaplein. Ja. Daar woon ik nu. Ja. Nou, ik mis de saamhorigheid van alle mensen. Ja. Als je iemand nodig had met leuke dingen, maar ook met narigheid, stonden ze toch voor je klaar. Oké. Okay. Het was niet altijd rijkdom in de... Het was allemaal maar gewone lui. Maar dat was juist het leuke, vind ik. We bleven allemaal veel eenvoudiger als nu. We willen zo'n hoop. Je had elkaar nodig. Ja. Ja, ik weet het niet. Maar niettemin, er waren ook rotdagen tussen. Ik heb hier graag gewoond, heel graag. En als de sfeer weer terugkwam, was ik de eerste die weer terugkwam.